ben Marie, Marie Niasse. Ik ben 32. Ik ben recent ook mama geworden. Nu juist 5 weken geleden, dus het is allemaal spannend. En ik heb een man. Ik ben Mathieu Charle, ik ben 36 jaar oud. Ik maak deel uit van een gezin met 2 kinderen, 1 van 2,5 jaar en 1 die nu 1 maand is. En samen met mijn partner, Julie. Ik ben Veronique, ik ben 41 jaar en ik heb 4 kinderen. Ja, ik heb een samengesteld gezin, moet ik zeggen, want ik heb een eerste zoon uit een vorige relatie die al 17 jaar is. En dan heb ik met mijn huidige partner 3 kinderen. Een meisje van 10, een jongen van 8 en een jongen van 4 jaar. Ik ben Tazia, ik ben 40 jaar. Ik ben vader van een dochter van 11 en ik ben alleen. Mijn ouders zijn in België gekomen op een jonge leeftijd. Mijn mama was 16 en mijn papa 25. Alvorens dat ze naar hier gekomen zijn, zijn ze nog snel getrouwd. En vervolgens is mijn moeder op een internaat gegaan. En na haar studies heeft ze haar eerste kind ontvangen, dat ben ik. En dus ik ben in België geboren. Ondertussen heb ik nog 2 zussen en 1 broer. Wij volgen elkaar heel snel op. En ik ga zo vlug dat ik met mijn zus maar 11 maanden verschil heb. Dus ja, voor hen was het ook heel moeilijk om in België te leven. Maar ze hebben het overleefd en wij ook. Ik ben de oudste, ik zal al eentje nemen. De eer aan jou. Iets wat ik zelf niet heb meegekregen en mijn kinderen absoluut wel wil meegeven is... Moeilijk. Ja, vind ik ook. Ja, ik heb er al over nagedacht. Wat ik zelf niet meegekregen heb, is tools of weerbaarheid tegen racisme of tegen uitsluiting van zowel uw kinderen als leerkrachten als volwassenen. Dat is niet iets dat ik mijn ouders verwijt of zo. Het is een andere context, een andere kennis. Maar vanuit mijn geleefde kennis heb ik een soort van angst dat mijn kinderen dat ook zouden meemaken. En dat ik die weerbaarheid of die een manier wil zoeken om hen daar weerbaarder tegen te maken of zo. Ik lig daar wakker van of zo. Ja. En had je dan het gevoel dat je niet weerbaar genoeg was vroeger, toen je jonger was? Het gevoel dat ik het allemaal zelf moest uitzoeken. En de boodschap die ik meekreeg van negeer het, mensen weten niet beter of zo. Ze bedoelen het niet zo, maar niet alleen dat one-on-one racisme, maar echt ook dat structureel van... Dat is nu nog niet, maar stel, als mijn kinderen puberteit bereiken, 14, 15 of jonger, ze worden tegengehouden door de politie, ethnic profiling en zo. Mm. I dread the day. Nu zijn ze zo 2,5 jaar en 5 weken, maar be prepared of zo. Ik ben nu al aan het denken van oké, wat kan ik allemaal... kan ik ervoor zorgen dat ik ook dat structurele en ook als de leerkrachten anders zouden doen tegen en dan andere kinderen, of als dat ik hen daar kan in begeleiden of zo. Ja, ja. Zeker. Want heb je voor jezelf het gevoel dat je nu wel gewoon die tools hebt om je kinderen dat mee te geven? Nee, absoluut niet. Het is ook... Ja, dat het ook niet evident is, hè? Nee, het is ook anders. Ik ben opgegroeid in de jaren 90, begin 2000. En nu is het een heel andere... Een andere wereld ook gewoon. Andere aanpak, denk ik. Andere aanpak. Ja. Maar ook nog heel veel dingen hetzelfde. Ja. In scholen hier in België zijn sowieso nog een quasi volledig wit lerarenkorps. Directie, al die zaken. Die mensen hebben weten heel veel dingen niet. Of reproduceren heel veel vooroordelen die ze hebben over de zogenaamde anderen en zo.
Ik denk op dat vlak hebben mijn ouders ons altijd heel goed, ze hebben ons sterk gemaakt. Want ze hebben ons verwittigd dat er racisme kan zijn omwille van ons huidskleur. Dus op dat vlak denk ik dat we toch wel zeer sterk zijn. Mm. En dit is ook iets dat ik ook aan mijn kinderen wil meegeven. Wij zijn anders. Ook al zijn wij hier geboren, maar toch, de mensen van buiten accepteren ons soms niet. Mm. En dus dat maakt toch wel dat het voor ons wel moeilijker is, dat we 2 keer zo hard moeten strijden om iets te bereiken. Mm-hmm. Dus dat is toch wel iets dat ik meegekregen heb van mijn ouders. En dat probeer ik ook aan mijn kinderen door te geven, maar zoals je net komt vertellen, we zitten in een andere wereld, we moeten het anders aanpakken ook, anders formuleren. Want zij gaan daar niet echt mee geconfronteerd worden, maar op een andere manier, misschien een hardere manier dan toen ik klein was, zou ik zeggen. Hmm. Denk je dat het harder gaat worden? Ik denk het wel. Nu met social media zorgt er toch wel voor dat de mensen harder zijn. Vroeger hadden we dat niet, dus dat was face-to-face. Ja. En daar bleef het bij. Ja. Het ging niet verder. Ja. En nu kan het wel grote proporties krijgen, denk ik, met Facebook. Allerlei zaken. Ja. Dus, Nou, als je gaat kijken, is het toch wel een beetje, het is de tijd van informatie. Weet je, ik denk dat vooral informatie heel belangrijk is, weet je, om jezelf ook weerbaarder te maken. En dan informatie in de vorm van educatie, zelfeducatie. Als ik naar mezelf kijk, vroeger, ik kom uit een gemixt gezin. Dus bepaalde dingen heb ik niet echt meegekregen op die manier, zeg maar, met betrekking tot... Be in black, om het zo te zeggen. Ik maakte wel mijn dingen mee. Mijn zussen kwamen ook voor me op. Die zien er totaal anders uit dan ik. Maar alsnog voel je later wel van, hey, dat je op een bepaalde eigen reis moet gaan om achter bepaalde dingen te komen, zeg maar. En bijvoorbeeld wanneer je het hebt over, wie je bent. Weet je, hoe je eruit ziet, waar je vandaan komt. Voor slavernij, na slavernij, et cetera. Maar ik bedoel meer in die zin van, ik denk dat daar heel veel tools liggen in dat stukje zelfeducatie. En dan echt met betrekking tot het educatie wat we niet eigenlijk meekrijgen op school. Weet je, als wij leren over geschiedenis, is het toch vaak, Europese geschiedenis. Ja, ik heb nooit iets meegekregen over... Afrikaanse beschaving. Mm-hmm. En ik weet ondertussen, door middel van zelfeducatie, weet ik wel van, hey, als ik dat wel had meegekregen, dan zou dat wel invloed hebben op hoe ik me opstel, zeg maar, weet je? En dat dan met betrekking tot weerbaarheid. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke rol speelt in de opvoeding van onze kinderen. Dat we ze dat juist ook meegeven van, hey, weet dat jouw geschiedenis rijk is. Mm, ja. Het begint niet alleen maar bij verscheept worden, et cetera, et cetera. Het begint al daarvoor. Je hebt een hele belangrijke bijdrage. Mm. En ik denk dat je uiteindelijk ook veel zelfvertrouwen geeft, weet je, als gekleurd persoon, zeg maar, in deze maatschappij. Ja. Want inderdaad, als je nou die leraar voor je hebt die bepaalde dingen tegen je zegt, van ja, maar wij... met de Gouden Eeuw, et cetera. En jij weet als kind van, ja, maar wacht even. Weet je, jouw Gouden Eeuw was niet onze Gouden Eeuw. Mm-hmm. Snap je dan? Mm-hmm. Heb je een weerwoord, zeg maar. Ja. En dat maakt je weerbaarder. Ja. Denk ik. Mm-hmm. Klopt. Denk ik ook wel. Ja. Ik denk, als er ook iets is dat ik heb gemist in mijn kindertijd, dan is het inderdaad die geschiedenis vanuit verschillende perspectieven. Ik denk dat mijn ouders daar hebben proberen mee te geven, maar ik denk, ik ben opgegroeid... begin jaren 90 inderdaad, eind jaren 90. En dan had je niet de winkels die er nu zijn, waar je ook Afrikaanse verhalen kan kopen. Ja. Of Afrikaanse boeken kan kopen. Nu kun je in Brussel zoveel interessante boeken vinden. En dat miste ik ook als kind. Afrikaanse schrijvers, daar raakte ik niet zo makkelijk aan. Ik denk nu dat ik dat wel heb, dat ik dat ook makkelijker kan doorgeven. Ja. En dat je dan ook weet van, kijk...
wij hebben ook een rijke geschiedenis. Precies, dus ja. Niet alle rijkdom komt van hier en dan nog rijkdom, tussen aanhalingstekens. Dan maakt dat jou ook sterker qua karakter, denk ik. Dan weet je ook van, kijk, dit is eigenlijk oorspronkelijk afkomstig van daaruit en niet zoals het hier in de westerse cultuur wordt voorgesteld, als dat van hier komt. Dan zie je alles een beetje vanuit een andere hoek. En dat maakt het denk ik wel interessanter. Dat maakt jou ook sterker, zoals jij zegt. Ja. Ik denk juist vanuit eigen perspectief. Dat is denk ik heel belangrijk, want die perspectief is er altijd geweest. En door de jaren heen is dat perspectief is wegverdoezeld door superioriteit, vind ik. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om daarmee aan de slag te gaan. Want dat geeft je toch ook wel dat zelfvertrouwen, weet je, zelfverzekerdheid. En, het helpt jezelf ook vinden, hè? Terugvinden. Ja, inderdaad. Inderdaad, het is toch je heritage, het is toch je wortel, weet je. Een stukje van je identiteit, dat onderbelicht is en dat je nu eindelijk... Precies. En wij als ouders hebben echt wel die verantwoordelijkheid, vind ik, om zelfstandig daarmee aan de slag te gaan. Iedereen maakt zijn eigen reis, dus iedereen heeft toch ook een ander vertrekpunt of zo. Weet je, ook als we naar onze ouders kijken, ik kan mijn ouders niet blamen. Ja, hun reis is anders geweest dan mijn reis, hun vertrekpunt was anders. Maar ja, als je op een gegeven moment wel met die dingen in aanraking komt en daarmee aan de slag gaat, dan zijn dat wel belangrijke elementen om juist meer op de voorgrond te drukken, zeg maar. Voor mijzelf dan is het feit dat ik hier geboren ben, ik heb hier alles meegemaakt, ik ken mijn familie die in Afrika zit eigenlijk niet zo goed. En dat maakt dat het voor mij een beetje verre familie geworden is. Dus dat ga ik toch proberen mee te geven aan mijn kinderen, dat er nog familie is buiten België. Ik denk dat dit voor mij zal zijn. Ik ben zelf Surinaams-Afrikaans. Mijn vader is ook meer Surinaams-Afrikaans. Mijn moeder is meer Surinaams. Hindoestaans en mijn zussen zijn meer Surinaams-Chinees. Mijn vader is afkomstig van het eiland Mauritius en mijn moeder is afkomstig van België. De vader van mijn partner is afkomstig van Congo en haar moeder ook afkomstig van België. Dus mijn kinderen zijn Mauritiaans, Congolees, Belgisch. Die wortels probeer ik zelf mee te geven en heb ik zelf ook meegekregen. Dus ook voornamelijk via eten, via muziek, via flardentaal, via taal die ik me herinner, taal die mijn partner zich herinnert bij familie. En die identiteit of die verschillende aspecten van hun identiteit is natuurlijk iets dat ik zelf dat ik hen ook wil laten ontdekken of dat ze dat zelf ontdekken. Het is wel belangrijk dat ik hen alle mogelijke kansen geef en kan stimuleren of kan voeden met hun wortels, met hun roots, met alles dat hen maakt. Ik vind het belangrijk om de cultuur van mijn voorouders door te geven aan mijn kinderen. Ja, sowieso. Moeten we daarover nadenken? Dat sluit wel aan bij wat je gezegd hebt. Ja, inderdaad, over je familie. Ja. Ja, zeker wel. Dat heb ik toch wel gemist, moet ik zeggen. Als kind zijnde. Ja. Maar is dat niet automatisch dat je wilt doorgeven wat je ouders aan jou hebben doorgegeven? Dat je het stokje doorgeeft letterlijk? Ja, het hangt er vanaf wat, toch? Kijk, als ik naar mezelf kijk, denk ik van ik moest achter een heleboel dingen zelf komen. Weet je, het was wel, we hadden wel onze cultuur, weet je, Surinaamse cultuur. Maar ja, het gaat toch verder, vind ik, weet je. En dan als ik echt over culture denk, dan... Ja, op bepaalde vlakken heb ik me ook best wel cultureless gevoeld. Waardoor ik op zoek moest gaan naar een culture. Identiteit. Ja, een identiteit. Ja. Weet je, dus... Kun je een voorbeeld geven van welk vlak bijvoorbeeld?
Nee, ik ben altijd verbonden geweest met Rastafari culture. Weet je, en dat heeft me eigenlijk altijd wel toegeleid naar Afrika. Weet je, rood, geel, groen. En ja, daar begon mijn reis eigenlijk. Ja. Maar ja, Rastafari culture is niet iets wat mijn ouders me hebben meegegeven. Weet je, die hielden het zelfs tegen. Mm. Weet je, dus ja, dat soms is het een beetje contradictief. Als ik over cultuur nadenk. Is er dan iets dat je van je ouders mee hebt, dat je zegt van dat geef ik wel mee aan mijn kinderen? Ja, 100%. Er zijn genoeg dingen. Weet je, er zijn genoeg dingen als ik bijvoorbeeld kijk naar de manier waarop je als gezin met elkaar omgaat. Mm. Weet je, de eenheid die je vormt. Weet je, gewoon eigenlijk de dingen waarvan ik denk van ja, die zouden voor iedereen moeten gelden. Mm-hmm. Weet je, gewoon een gezonde familie. Weet je, waarin er genoeg liefde is. En dat je ook die liefde voelt, zeg maar. En dat komt op verschillende manieren naar voren. Ja. Voor elkaar zorgen. Weet je, niet individualistisch bezig zijn, maar juist meer gezamenlijk bezig zijn. Als mijn moeder nu tegen me zou zeggen van, kan ik bij je komen wonen? Zou ik zeggen, ja, kom maar. Geen probleem, weet je. That's a cultural thing, denk ik dan. Ja. Weet je, want er zijn andere culturen die dat niet doen. Die zeggen, ga maar naar een tehuis of weet je, something else, zeg maar. Dus ja, dat soort dingetjes vind ik wel belangrijk, ik daarnaar kijk. Ja. Voor elkaar zorgen, dat aspect, ja. Zeker. Ja, ik ben het 100% mee eens, maar ook sowieso taal, eten vind ik super belangrijk, want mijn kinderen hebben Congolese heritage, Mauritiaanse heritage en Belgische heritage. Maar het eten, sowieso van Congo, eten van Mauritius, ik wil hen daarmee opvoeden. Als ze naar daar gaan, dat ook, weet je, een gevoel van thuis. Ja. Eten en heeft echt wel een heel invloed. Harde link, inderdaad, met bepaalde geuren en bepaalde, als ik naar Mauritius ga en ik stap van het vliegtuig, dan is het eerste wat ik proef is de lucht. Dat heeft dan plots zo'n gevoel van thuiskomen, zelfs al gaat je er maar om de drie jaar of zo, maar ik heb zo die linken muziek sowieso. En taal is voor mij moeilijk, omdat ik geen enkel van de taal beheers van zowel mijn vaderland als van mijn partner, maar dat is toch iets waar ik ook probeer dan mee te zoeken van oké, hoe kan ik mijn kinderen daar wel ook wat meegeven, welke talen kan ik dan spreken met hen, of hoe kan ik hen daar ook in integreren, helpen, niet Lingala bijvoorbeeld, mijn schoonmoeder spreekt Lingala en Kikongo, denk ik. Ja. Het is belangrijk omdat mijn kinderen met heel hun familie kunnen communiceren. En dan is de eerste reflex van, iedereen spreekt wel Frans dan bijvoorbeeld, dat is een koloniale taal. Ik wil ook dat ze die andere talen zouden kunnen noties van hebben. Moet je dan je schoonmoeder aan om de taal te spreken met de kinderen? Daar is het voor mij wel moeilijk, want zij spreekt vooral Frans ook met haar eigen kinderen. En dan is wel met de partners en met de tantines en de tantons is dat dan mengelingen en zo. Mm-hmm. Maar en ook met mijn vader is nu zo Frans-Nederlands. Dus de gemene deler is dan Frans, maar ik wil dan toch wel niet enkel Frans, Nederlands en Engels, omdat je dan weer in datzelfde reproductieproces zit. Klopt. En ook ergens een gewicht geeft aan talen. Want dan ga je ook weer onderscheid maken tussen talen die belangrijk zijn en talen die dan ergens zo een bijkomstig lokaal zijn. Besproken. Dat klopt. Ik vind het eigenlijk ook een beetje jammer dat mijn ouders dat niet hebben kunnen doen. Ze zijn ook zeer jong naar hier gekomen. Voor hen was dat ook een beetje vreemd, dus ze hebben zich proberen aan te passen onmiddellijk in het land waar ze toegekomen zijn. En dus dat maakt ook dat ik ook de taal niet beheers. Ze hebben ons ook altijd in het Frans gesproken. Ik heb mijn studies in het Nederlands gedaan. Dus om het ons niet extra moeilijk te maken, ik ken de taal niet. Dat is onder andere Kikongo, Lingala. Dus ik denk dat ook
Het zijn nogthans heel mooie talen. Ja, maar ik begrijp er niks van. Maar mijn moeder probeert wel met mijn kinderen nu zo een beetje de Kikongo te spreken met hen. En dus soms beginnen ze dingen te zeggen, maar ik versta misschien niks. Kun je het samen een beetje leren, hè? Gebrek aan tijd. Maar ze gewoon met een paar woorden. Ja, maar taal is inderdaad, taal is wel belangrijk. Ja. Want ook als ik naar mezelf kijk, ik spreek wel Surinaams, maar echt niet vloeiend. Maar je spreekt het wel, dat is al een begin. Een beetje. Ja. Ik kan het een beetje verstaan, maar wanneer het te ver gaat, dan gaat het echt te ver. En dat vind ik eigenlijk wel jammer, inderdaad. Ja. Want dat taal is wel echt een heel sterk aanknopingspunt. Ja, dat is waar. Inderdaad, ja. Ja, ik heb het meegekregen van mijn ouders. Ik hoop dat ik het kan meegeven aan mijn kinderen. Maar dat is nog afwachten, want we zijn nog niet aan praten toe. Dus, ik hoop dat het goed komt. Ik ben afkomstig uit Senegal, een West-Afrikaans land. We spreken daar meerdere talen in Senegal, maar dat werkt eigenlijk perfect. Die verschillen worden daar niet echt aangeduid. Een van de belangrijkste nationale talen is Wolof en mijn ouders spreken die ook allebei. Dus ik spreek Wolof tegen mijn ouders. We keken naar Franse televisie en spraken ook Frans naar de gasten toe. Verder keken we ook naar Engelse televisie. Dus waardoor we al met drie talen zaten, dus Wolof, Frans, Engels. En op school spraken we Nederlands en kregen we de Nederlandse taal aangeleerd. Waardoor we met elkaar onderling, met mijn twee broers en twee zussen, Nederlands praten. Dat ging perfect, dat werkte goed. Alleen kregen we vaak op school te horen van ja, je mag die taal niet spreken. Of mijn ouders kregen vaak de tip van ja, misschien is het best om thuis enkel Nederlands te spreken. Ik ben blij dat ze dat niet hebben gedaan, want dat maakt dat we eigenlijk vloeiend zijn in verschillende talen. En dat is eigenlijk echt een rijkdom. Ik zal eens kijken naar wat het volgende is. Zwarte mannen zijn er te weinig voor hun kinderen. Ik denk dat dat nogal veralgemenend is. En ik heb het niet zo voor veralgemenen. We zijn allemaal individuen, dus ik zou ze niet allemaal over dezelfde kam scheren. Klopt. En ik moet zeggen, mijn vader was er altijd voor mij en is er nog altijd ook voor mij. Dus voor mij gaat die stelling niet op. En voor de mannen die ik ken in mijn omgeving ook niet. Maar ik kan begrijpen en ik weet dat er mensen zijn die iets minder geluk hebben gehad en misschien niet het juiste, niet de juiste vaderfiguur in hun omgeving hadden. Wat jammer is. Maar ik weet niet of dat enkel voor zwarte mannen geldt. Ik denk dat dat voor mannen toecourt kan gelden. Welke kleur ze ook hebben. En tegelijkertijd kan dat ook voor vrouwen gelden. Dus. Misschien moeten we iets minder die stelling volgen, in de hoop dat het minder vaak voorkomt. Kan je hem nog een keer lezen? Zwarte mannen zijn er te weinig voor hun kinderen. Ja. Misschien mogelijk naar opvoeding toe, is toch wel de moeder. Ja, op wat voor manier? Die alles te organiseren. Als ik die stelling hoor, denk ik, het eerste waar ik aan denk is het stereotype dat je heel vaak in Afro-Amerikaanse films en series, dat de vaderfiguren heel vaak afwezig zijn. Waar ik aan denk is dan Will Smith in Fresh Prince of Bel-Air, die hele emotionele scène met, waar zijn vader dan weggaat met Uncle Phil. Ja. Maar ook gewoon in al die, in heel veel Hollywood-films. Merk je dat die figuren afwezig zijn, maar je kunt dan ook de vraag stellen, dat is een bepaalde propaganda of een bepaald beeld dat er gecreëerd wordt van black families die niet goed functioneren. En daar zit zit een heel mechanisme achter ook gewoon. En je kunt dat terugbrengen tot zelfs de crack-epidemie in de jaren 80, die volledige families uiteengetrokken hebben, gewoon de drugs en alcohol die geïnjecteerd werden in bepaalde wijken die de ghetto's gemaakt werden, waar heel weinig toegang is tot deftig eten, waar weinig, dat er wel toegang is tot drugs en alcohol. En,
Op die manier scheurt je families uit elkaar en zorgt je ervoor dat die niet goed functioneren. Nu, als we dat op Europees en Belgisch situatie moeten toepassen, denk ik, volg ik ook inderdaad meer uw blik daarop. Dat je inderdaad wel zit met een systeem waarin man hier algemeen veel minder aangemoedigd worden om een bepaalde gezinsrol aan te nemen die heel intensief met de kinderen bezig zijn. We zitten in nog altijd, terwijl het anders naar buiten wordt gepropageerd, maar de heel traditionele gezinsstructuur waar de vrouw vooral verantwoordelijk wordt wordt geacht om voor kinderen te zorgen en zo. En mannen eerder worden, met het meest recente voorbeeld, de 10 dagen vaderschapsverlof die je hebt als een kind hier geboren wordt, versus de 3 maanden die je moeder mag opnemen of kan opnemen, word je bijna in een rol geduwd waarin dat je niet aanwezig kan zijn voor je kinderen. Ik voel me daar heel slecht bij. Mijn zoon is recent geboren en ik ben direct terug in die jobroutine gegooid. En dan zijn het heel lange dagen waar je niet aanwezig bent. Dus die afwezigheid wordt echt wel, wordt daarin gepusht of zo. Ik denk dat er zoveel mogelijke pistes in die stelling zijn ook waarin dat je als gezin echt in die rollen wordt geduwd. Los van persoonlijke drive van mensen die dan echt wel zeggen van ik ben geen aanwezige persoon, ik ben een aanwezige persoon. Hoe ervaar jij dat als zwarte man? Nou, als ik kijk, ik ben niet meer samen met de moeder van mijn kind. Ik heb ook niks volgens het rechtssysteem gedaan, qua afspraken, weet je wel. Omdat, ik ben het daar gewoon niet mee eens. Vaak worden dan afspraken gemaakt van, je ziet je kind 1 keer in de 2 weken. Of, er zijn andere vormen ook, maar ik had juist zoiets van, als we dit onderling kunnen oplossen. Dat is beter. Dat is beter, weet je, want het gaat niet om mij, het gaat ook niet om jou, het gaat om die kleine, zeg maar. Ja, uiteraard. En ik denk dat we daarin juist daarna moeten kijken van hoe kan je meer dingen onderling gaan oplossen, zodat je er wel kan zijn. En waardoor je kind ook het gevoel heeft van, papa is wel aanwezig. Ook al is de frequentie minder, zeg maar hij is wel aanwezig. En daarnaast denk ik ook dat het heel belangrijk is van, ook al zie jij je kind minder, door wat voor omstandigheden dan ook, maar als je samen bent, dan ben je echt samen. Dus ik denk dat je ook heel goed moet kijken naar de impact die jij levert als vader op je kind, zeg maar. Van wat is de impact die je hebt? Als ik met mijn dochter ben, ben ik echt met mijn dochter. En dat zijn dan momenten die ze nooit meer vergeet. Maar dat is mijn verantwoordelijkheid. Weet je, dus. En natuurlijk op andere manieren moet je er ook gewoon zijn. Financieel. Ga je er van school ophalen of wegbrengen of wat dan ook. Maar ik denk dat het een beetje, ik vind het een beetje te kort door de bocht om dat zo te stellen. Dat zwarte vaders afwezig zijn. Misschien komt het wel doordat er veel alleenstaande zwarte moeders zijn. Dat wordt ook wel eens gezegd. Maar is dat ook zo? Zijn daar statistieken van? Ja, wat ze zeggen. Of tenminste, als ik kijk naar de omgeving waarin ik zit, zie ik best wel veel alleenstaande zwarte vrouwen. Dat ik denk van dat is wel zonde. Ik bedoel, de moeder van mijn kind is alleenstaand geweest. Maar ondanks dat kan je er nog wel zijn. Ja. Dat is eigenlijk een beetje wat ik probeer te zeggen. Ja. Of je nou samen bent of niet, als vader kan je er gewoon zijn en moet je er ook zijn. Dan moet je de rol nemen. Ja. Dus ik vind die stelling wel. Weet je? Te kort op de bocht. Ja. Ben je het daarmee eens? Nee, dat is waar. Ik kan wel inkomen, maar ik heb zo. Mijn eerste kind komt uit een vorige relatie. En dat is een Afrikaanse man ook. Maar ik moet ook jammer genoeg zeggen dat het iemand is die, niet zijn is. Verantwoordelijkheid niet opneemt. Je moet er altijd achterlopen. Zelfs als kind moet je daar ook achterlopen en dat vind ik zo jammer. Als ik dan mijn andere kinderen zie uit mijn huidige relatie, de vader is daar
permanent aanwezig. Hij doet heel veel met hen. Heeft dat ook niet te maken met cultuur, denk je? Ik denk het wel. Want ik heb bijvoorbeeld een vriendin die mij vertelde dat de reden waarom zij haar vader niet zag, was omdat in zijn cultuur, een Arabische cultuur, is het zo dat het kind achter de vader vraagt. Dus de vader wacht af, maar het kind wacht hier ook af, omdat hier die rollen omgekeerd zijn. Hier is het de bedoeling dat je als ouder achter je kinderen zit en vraagt of ze het wel stellen en nagaat of ze zich goed voelen. En daar was het omgekeerd. Daar is die rol toebedeeld aan het kind, waardoor dat elk aan zijn zijde of haar zijde wacht en niemand eigenlijk die afstand die stap, overbrugt en die stap onderneemt. Ja. En het is dan zo jammer dat de vader dan ziek is geworden en dat ook zo heeft gezegd van waar was je? Ik was aan het wachten. En toen pas bleek dat de dochter ook aan het wachten was. En dat is dan jammer om dat dan pas op het einde eigenlijk te weten te komen. Dus ik denk dat het soms ook een cultureel gegeven is. Ja. Ik voelde mij een beetje aangevallen. In die zin dat het een beetje onterecht overkwam. En misschien ook wel stereotyperend. Die stelling kwam wel binnen op een manier waar ik er wel over nadacht, omdat ik mezelf wel heel vaak de vraag stel, ben ik wel een aanwezige vader? In de zin dat ik eigenlijk wel merk dat ik vaak afwezig ben. Als ik kijk naar mijn eigen vrienden, mijn vriendenkring, zie ik dat die zwarte vaders er wel zijn voor hun kinderen, ook al zijn ze niet meer met de moeder samen. Dat is wel leuk. Ik moet mijn kinderen zo vroeg mogelijk leren over racisme en hoe zij daarmee om moeten gaan. Interessant. Ja, zo vroeg mogelijk. Wanneer de baby eruit komt, moet je er al bij zijn, bij wijze van. Weet je, dat ga ik niet doen. Weet je, ik ben van mening, je moet dingen ook tijd en ruimte geven. Weet je, je moet dat niet opleggen, zeg maar. Je moet het gewoon bespreekbaar maken. En wanneer de tijd er rijp voor is. Je hebt te maken met een ontwikkeling van het kind, qua hersenen, et cetera. Naar mijn mening wil je niet de eerste leeftijd of 2 of 3 jaar al gelijk daarmee aan de slag gaan. Dat is niet goed. Weet je? En je kan natuurlijk, ik denk ook door middel van je eigen lifestyle, kan je je kind ook heel veel meebrengen. Weet je, met betrekking tot waar je kind vandaan komt of wat de roots zijn of weet je hoe je weerbaar moet opstellen of weet je dat soort dingen kan je ook in je huishouden reflecteren. Dus dat hoeft niet alleen maar te gaan over ik ga je nu iets leren, zeg maar. Weet je, leren komt op verschillende manieren en ook op hele creatieve manieren kan je dat doen. Zeg maar muziek, tekenen, many ways eigenlijk. Maar ik ben het er niet mee eens dat je dat zo vroeg mogelijk, want wat is zo vroeg mogelijk? Ja, wat is en dat is denk ik ook per kind verschillend, denk ik. Ja. Ik heb er ook al over zitten nadenken, het was ook in het begin. Zei, we komen een beetje terug op, dat, op het gegeven van weerbaarheid. Hè? Ja, maar ook een heel concrete casus misschien is Zwarte Piet. Als mijn kind begint te geloven of ziet dat andere kinderen Sinterklaas vieren en ik ga in dialoog met de school en ik zeg van ik heb liever dat jullie die figuur heel anders aanpakken. En als de school weigert, dan ga ik mijn kind wel van school houden en wel uitleggen, of toch proberen uitleggen, want natuurlijk als een kind van 3, 4 jaar, we gaan naar de kleuterklas vanaf april, dus volgend jaar gaat dat waarschijnlijk al een issue worden, dat ik probeer uit te leggen waarom hij niet naar school gaat. Dat zo duidelijk proberen uit te leggen dat die figuur problematisch is. En dan, Zwarte Piet is racisme op dat vlak, maar hoe leg je dan racisme inderdaad uit aan een kind van 3, 4 jaar of zo? Maar eerder misschien het concept van dit is niet oké.
Er wordt gelachen met mensen. Ja, ik ben er nog niet aan uit hoe ik dat die dialoog met mijn kinderen moet aangaan, maar het is wel sowieso iets dat voor mij de meest concrete casus is van oké, dit is hier een heel duidelijk voorbeeld van een racistisch stereotype figuur. Mm-hmm. Hoe ga ik dat uitleggen aan mijn kinderen als die daar niet aan gaan deelnemen aan dat feest of aan heel dat gebeuren? Mm-hmm. Het is een uitdaging. Betekent mm-hmm. dat uw kind dan geen Sinterklaas mag vieren of zo? Of hoe gaat u daarmee om? Well, dit jaar hebben we Queen Nicola gevierd. We zijn naar Queen Nicola geweest in... Queen Nicola. Dat is een performance, een figuur die ik ga niet zeggen een vrouwelijke sint, want dat is dan, ja, maar het is ook een figuur die een soort van alternatief moet bieden voor het Sinterklaasfeest. Dat is door Laurence Ngimva gespeeld en ondertussen meerdere personen die figuur eigenlijk ook gaan uitbeelden of spelen. En die zat in de bibliotheek en hier in de Vooruit dit jaar. En dan ben ik daar naartoe geweest met mijn zoon. En ik denk dat ik misschien die mythologie met hem en mijn kinderen ga meegeven. Maar dan moet ik natuurlijk wel een uitleg of zien van oké, waarom wordt het niet in het mainstream Sint-feest. Maar als je ziet, je hebt hier ook Sint Maarten, dat is ook nog een ander. Die vroeger dan Sinterklaas komt, je hebt verschillende mogelijkheden om, of pistes om uw kind dat uit te leggen. Maar op vlak van racisme is dat voor mij het meest vatbare op deze jonge leeftijd om hen dat op een of andere manier wel die notie van dit is niet oké mee te geven. Zelfs Nijntje dat ik nu voorlees, heb daar een Nina, dat is een konijn, vriendin van Nijntje met een donkere huidskleur. Ja, mijn zoon ziet dat direct en dan zegt hij, mama, maar dan de figuur Nijntje zegt van, wat heb jij een mooie kleur, ik wou dat ik ook zoals jij was. Ik verander die woorden al omdat ik niet dat idee van... Maar het is een oefening voor mij, want ik ben daar absoluut... maar ik ben er wel mee bezig. Ja. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om aan de slag te gaan met gewoon hele simpele waarden en normen. Respect, weet je? Jezelf accepteren, de ander accepteren zoals die is. Niet pesten. Als er gepest wordt, waarom wordt er gepest? Weet je, hele simpele dingen. Want ik denk uiteindelijk waar we gewoon naartoe willen is dat het kind zelf al erachter komt van, maar hey, wat ik hier zit, ja, maar dat voelt niet goed. Mm-hmm. Weet je wel, ik denk juist door het stukje educatie wat je thuis biedt, in wat voor vorm dan ook, dat je dat soort dingen al eigenlijk kan tackelen. Weet je, in die zin van dat je kind al voelt van, ja, maar papa, dit klopt toch eigenlijk niet? Ja. Dat is wat mijn dochter tegen me zei van, ja papa, maar ik ben het hier niet mee eens. Ik vind het niet, ik vind het niet gepast. Weet je wel? En ik denk dat we daar naartoe moeten gaan van, joh, dit is, met betrekking tot het Zwarte Piet even zo, is gewoon pestgedrag, weet je, gebaseerd op huidskleur en dat soort dingen, zeg maar. En ik denk juist dat je daarin heel veel kan winnen. Van ja, weet je, zorg ervoor dat je niet andere mensen pest. Vanwege hun kleur, hun haar of afkomst of wat het dan ook is. Dus het moment dat je kind leert en het wordt bij het kind gedaan, gaat het kind gelijk onrechtvaardigheid voelen. Weet je, en dan denk ik van ja, dan ga je de goede kant op. Weet je, waardoor je nog ineens zozeer iets hoeft te leren, maar meer bijbrengen. In die zin van... dat zijn gewoon de waarden en normen om elkaar te respecteren. Ja. Weet je, het hoeft niet altijd te gaan over... Hoe oud is jouw dochter, als ik mag vragen? Zij is nu 11. Ja. Ja, ze is nu 11. En zover ik weet is ze het nooit mee eens geweest. Gelukkig niet, daar ben ik wel blij om. Maar ik heb haar ook altijd gezegd, ze vroeg me ook oprecht van, ja papa, wat vind je ervan? Heb ik ook gewoon gezegd van, ja, ik ben het er niet mee eens. Ik vind het heel erg onterecht. Dit klopt niet. Ik voel me eigenlijk wel beledigd. Ik vind het niet fijn. Weet je, op die manier ben ik er
persoonlijk mee omgegaan. En dan maakt zij die denkoefening mee? Ja, ik vind je moet wel... je moet je kind niks opleggen. Laat je, wat mijn mening is van... Ik laat mijn dochter door haar eigen proces heen gaan. Mm-hmm. Het is jouw eigen reis, jouw eigen persoonlijke reis. Jij moet het ontdekken. Ik kan jou zeggen... Maar je moet uiteindelijk zelf nadenken en tot die beslissing komen. En dat vind ik dat je kind weerbaarder maakt, zeg maar, voor dit soort dingetjes. Ja. Ja. Ik laat ook mijn kinderen kind zijn. En pas als ze daarmee geconfronteerd worden, dan pas zou ik uitleg omgeven. Maar ik ga niet zelf al beginnen hoe wij zijn. We hebben een ander uitskleur, pas op. Je moet die dingen doen. Ik zal het pas doen als ze zelf daarmee geconfronteerd worden. Mm-hmm. Dus ik zie het een beetje zo. Ik weet niet voor u. Ik vind het vooral interessant om te luisteren naar jullie mening, want ik ben pas mama geworden. maar ik denk, zoals jij zegt, van laat het kind zelf die denkoefening maken en zelf tot een conclusie komen, dat vind ik wel een mooi standpunt. Want ik denk dat dat ook wel belangrijk is, dat je het kind leert denken voor zichzelf. Mm-hmm. Dat het niet van allerlei regels opgelegd krijgt, maar dat hij zelf ook een karakter kan vormen en zelf ook meningen kan vormen. Dat vind ik vooral belangrijk. Omdat mijn ouders mij dat ook hebben altijd laten doen, waardoor je ook kritisch kan zijn op een heel jonge leeftijd. Waardoor je ook leert dat er verschillende meningen bestaan en dat het goed is om niet zomaar van alles te aanvaarden, maar ook die vraag te stellen van hey, hoe komt het dat dit zo is? Of hoe komt het dat die persoon zo denkt? Maar dat je leert aanvaarden van op een heel jonge leeftijd dat er in de wereld eigenlijk heel veel verschillen zijn. Die verschillen daarom niet altijd slecht zijn, maar juist interessant. En dat je perfect samen in de klas kunt overeenkomen wanneer het over balspelletjes gaat, om maar iets onnozel op te noemen. En dat je op een ander moment op de speelplaats bijvoorbeeld liever met het andere kindje speelt, maar dat het daarom niet slecht is. Dat het aanvaardbaar is om te verschillen in meningen, om te verschillen in standpunten. En dat het gezond is. Ja. Het is een training, denk ik. Weet je, ik heb juist iets van... Ja, embrace the challenge. Ga er maar op uit. En vooral ervaar. Embrace the differences. Ja. Weet je, maar vooral ook inderdaad ervaar en voel. Ja. Zeg maar. Dat vind ik belangrijk. Want zodra je dat probeert weg te nemen door, belerend te zijn of het op te leggen. Ja, dan ontneem je dat, vind ik. Als ik er zo over nadenk, ja. Ja, het was alles interessant. Ja, het was heel leuk, heel fijn om ook de andere meningen van andere mensen te kunnen horen. Ja. Het laat je het ook altijd bezinnen en terugkomen van waar we begonnen zijn. Ja. Dank je. Dank jullie wel. Thank you. Als ik zo aan het luisteren was, hoorde ik van het zelf laten ontdekken, het zelf laten zoeken. Misschien ben ik zelf daar ietsje te controlerend in of zo. Dat ik zeg van nee, ik moet hen alles aanbieden en alles geven. Ja, dat als ze daar niet naar vragen of zelf niet echt bij komen, dat ik niet direct alles in hun gezicht moet duwen of zo. En dat vond ik wel... wel goed dat ik even daaraan herinnerd werd dat ik niet alles moet geven aan hen, omdat dat ook een omgekeerd effect kan hebben, dat ze dat gaan afstoten. Dus het is misschien wel, dat was voor mij wel even een reality check.